Ik ben Jaap Breider, ik ben 61 jaar oud en ik heb een eigen onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling van producten voor blinden en slechtzienden. Ik ben opgeleid als psycholoog en ik ben slechtziende vanaf mijn geboorte en vanaf mijn 20ste ben ik blind. Ik moet als blinde dingen aanraken. In feite, alles wat verder is dan mijn handen bestaat nog niet. Behalve als mensen over dingen iets vertellen, dan krijg je daar natuurlijk wel een bepaalde voorstelling bij. Maar die wil je ook graag kunnen verifiëren, kunnen vaststellen in je eigen beeldtaal als het ware. Ik wil graag die informatie, de afmetingen, de lijnen, het lijnenspel, het volume zelf kunnen bepalen. En dat geeft mij de echte voorstelling, de invulling van een beeld of van een element uit de wereld, uit de werkelijkheid. Het project voor de inrichting van de multisensoriële ruimte is voor mij het project om een ruimte als een soort van voorbeeldruimte in te richten. Om daarmee de kunstcollectie van het museum op een bredere manier te presenteren. Het gaat erom dat je de kunstwerken niet alleen op een visuele manier bekijkt, dus puur vanuit je gezichtspunt, vanuit je ogen, maar zijn er ook andere vormen te bedenken om diezelfde kunstwerken ook aan te reiken, letterlijk aan te reiken, door ze bijvoorbeeld in een tactiele representatie om te zetten, zodat je ze met de handen kunt voelen. Maar ook hoe hang je ze op? Waar plaats je ze aan de wand? Wat doe je met de belichting, verlichting van de kunstwerken? Om op die manier niet alleen voor mensen die daar specifiek behoefte aan hebben, die kunstwerken toegankelijk te maken, maar ook voor het algemeen publiek om de bewustwording van wat kunst kan betekenen voor iedereen, om die te verbreden. Suggesties uit de groep van slechtzienden en blinden hebben dan vooral betrekking op verlichting voor mensen die slechter zien. Hoe zorg je ervoor dat de ruimtes zich als het ware automatisch voor jou ontvouwen door enerzijds verlichting en anderzijds door een geleidelijn op de vloer, zodat je je stok kunt gebruiken om die ruimte door te lopen. En anderzijds ook om te zoeken vooral naar alternatieve of aanvullende vormen voor het laten zien van de kunstwerken. Dus eigenlijk een vertaalslag te maken van het kunstwerk op zich. Een schilderij zou je kunnen omzetten in een vorm waarbij je de contourlijnen als voelbare lijnen laat zien. Om op die manier niet afhankelijk te zijn van het vertellen van wat er op het schilderij staat, maar juist zodat je zelf ook in eerste instantie kunt tasten naar de voorstelling, zodat je ook je eigen invulling kunt maken van dat kunstwerk. Ik hoop dat het resultaat van het project is dat de ruimte zo wordt uitgevoerd zoals we bedacht hebben. En dat ik als bezoeker daarin straks één of twee kunstwerken tegenkom die ik kan bevatten, die ik kan verstaan op de voor mij meest geschikte manier. Maar ik hoop eigenlijk nog meer dat de. Laten we zeggen, de gewone bezoeker, voor zover die bestaat, dat die in aanraking komt met de kunstwerken op een bredere manier. Dat wil zeggen voor mij dat die langer stilstaat bij het kunstwerk dan de gebruikelijke 7 of 9 seconden. Maar dat die door de andere zintuigen geprikkeld wordt en daarmee zijn kunst, of dat kunstwerk als het ware, op meer manieren leert bezien. En dat zou ik een enorme winst vinden. Want dat zou ook nog kunnen leiden naar meer begrip voor een inclusieve samenleving.